Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag zijn wij te gast Cholet Retazadeh. Cholet, welkom. Dankjewel. We zitten hier in een setting waar we het normaal hebben over zware politieke onderwerpen, over filosofie, over cultuur in de meest brede zin. En het leek me een heel goed idee om nu eens een keer de literatuur in te duiken. En wel met jou. En een uur lang. Heel veel dank nogmaals dat je hier wil zijn. We hebben een aantal boeken van Cholet die we gaan bespreken. Het eerste is De hemel is altijd paars. En het tweede is Ik ken een berg die op me wacht. Bij Ambo Antos uitgebracht, allebei. Prachtige werken. Dankjewel. Een goede vriend van mij, de adjunct van HP De Tijd, Nick Muller. Die vergeleek jouw schrijven qua stijl en misschien ook qua inhoud met Paulo Coelho. Oh. En Couperus. Wauw. Heb je Couperus wel eens gelezen? Ja, zeker. Misschien een van de eerste Nederlandstalige teksten dat ik las. Ik weet nog, het was Witte Vrouw, zo heet het. Of, mm-hmm. En dan dacht ik, oh, wat een mooie ziel. Zo. Couperus ziel. Ja. Ja. Zo van de ene kant wel heel zuiver en kinderlijk zou je zeggen. Maar van de andere kant ook wel heel wijs en rijk. En ik denk dat is altijd de allerleukste combinatie. Dat mm-hmm. Voor mij, voor mensen, maar ook voor kunst. Dus een heel mooie combinatie van wijs zijn en misschien, je zou zeggen, scherp. Ja. Maar van de andere kant ook heel los en kinderlijk en ja. En, oh ja, nou, wat een mooi compliment. Ja, fantastisch, toch? Ja, dankjewel. Je bent in 2015 volgens mij naar Nederland gekomen, voor de liefde zelfs. Ja. Fantastisch. En ben je toen gelijk begonnen met Nederlands literatuur lezen, of daarvoor al? Of? Nee, ja, dus toen ik naar Nederland verhuisde, sprak ik geen Nederlands. Mm-hmm. Ik wilde al daarvoor al heel graag schrijver worden. Maar ik had geneeskunde gestudeerd, omdat het moest soort van mijn omgeving. Ik was gewoon te goed op school, dus het was zonde om iets anders te studeren dan geneeskunde. Zo werkt het dus in Iran, ja, dan in Nederland. En ik denk in Nederland ook, maar zeker in Iran en vergelijkbare landen die mensen heel vaak zien een zekere toekomst is verbonden met een goede baan. En goede banen zijn maar drie. Dokter worden, ingenieur of rechten studeren. Dus, of dan moet je heel rijke ouders hebben, of weet ik wel, heel uitzonderlijke dingen. Ja. En, zo ben ik beland bij studie geneeskunde, maar ik wilde altijd schrijver worden en daar had ik altijd liefde voor. En toen ik naar Nederland verhuisde, als volwassen, had ik gemerkt dat ik moet heel veel dingen opnieuw beginnen. Ook studie geneeskunde was niet op één op één geaccepteerd. Dus ik moest sowieso volgens mij 3 of 3,5 jaar hier studeren. En toen dacht ik, hey, misschien dit is het moment. Ik ga toch wel mijn dromen achterna. En dat was motivatie om de taal te leren. En dus ik begon met bijna vanaf de eerste dag met het leren van de taal. Mm-hmm. En zodra ik een beetje kon, dan ging ik op zoek naar Nederlandse literatuur. Ik begon met zeker kinderboeken. Met een Nijntje gewoon. Nijntje, oké. Okay. En dan verder kwam ik ook. En Jip en Janneke? Ja, zeker Jip en Janneke. En dan, ik las ook veel boeken die ik al in het Perzisch had gelezen jaren mm-hmm. geleden. Als ze ook mm-hmm. vertaald waren naar het Nederlands. Omdat ik dacht, dat is goed begin, dan weet je waarover het gaat. Dus het is makkelijker. Ja. En dan later ook, ik begon met Nederlandse literatuur te lezen. Dus, en met Persische literatuur bedoel je de grote klassiekers misschien ook wel, of niet? Dus Khayyam, Hafez. Ja, ik bedoel niet echt Persische literatuur, maar literatuur dat ik toen ik in Iran was had gelezen. Dus zo, ook vertaalde literatuur. Ja. Dus bijvoorbeeld Dostojevski of Herman Hesse, of die waren ook in Iran ook heel beroemd. Dus boeken die ik had al misschien 15, 20 jaar geleden had gelezen in het Persisch, dan begon ik in het lezen in het Nederlands. Ja. En zo, en dan daarna maakte ik kennis met ook Nederlandse auteurs. Ja. Heb je een favoriete Nederlandse auteur?
Ik werd soort van bijna meteen verliefd op Marten Bezuivel toen ik. Oh, Bezuivel, oké. Okay, ja, het ja. is. Ik weet niet. Ik kan niet zeggen nu ook zo is, maar op dat moment. Ik las zijn boek. Een Brommer op Zee, denk ik. Mm. En toen dacht ik: oh, ja. Oh yes. Dus weer een beetje ook met, misschien vergelijkbaar met. Weer diezelfde heel actieve kind met heel wijze iemand. Dus dat vond ik ook mooi bij zijn werk. Ja, ja. Dus die wijsheid, dat is iets wat volgens mij ook een rode draad is in je eerste boek. De hemel is altijd paars. Behalve wijsheid zit er ook heel veel verdriet in, ja. denk ik. En melancholie. En een familiegeschiedenis die misschien wel enigszins autobiografisch is. Ja, denk ik. Een deel, ja, zeker. Ja, en dat gaat dan met name over jouw vader, die heel erg op jou lijkt, heb ik de indruk, in zekere zin. Namelijk dat hij... Ik op hem. Dat jij op hem lijkt? Oh ja, dat is waar. Ja. Maar, maar dat hij graag wegduikt in boeken. En in, ja. En in ruimtes waar hij zelf kan bepalen waar de geest naartoe wandelt, ja. als het ware. En ja, ja. Is dat een van de hoofdmotoren van een schrijver, denk je? Zo'n houding? Ja, ik denk literatuur en kunst in algemeen is zeker een soort van kamer, een vakantiehuis dat je mm-hmm. af en toe heen gaat om even de wereld om je heen te ontsnappen. Ja. En soms met het lezen van boeken en soms met het schrijven van boeken. Dus zeker voor mij is schrijven is en was ook altijd zo'n plek geweest. Dus ja. Om eventjes weg te zijn en de wereld ja. Ontsnappen. Ja, dat doe je eigenlijk in dat boek ook de hele tijd. Voor zover het autobiografisch is. En ook voor zover de hoofdpersoon niet autobiografisch is. Ja. De hoofdpersoon die fixeert zich de hele tijd op bomen. Ja. En is dat een Iraans gebruik om je op bomen te fixeren? Of heeft dat met iets anders te maken? Ik denk sowieso misschien in Iraanse literatuur. Ik weet niet wat dat betekent, maar als je zo kan zeggen. Het is zeker iets meer ruimte voor de natuur. Vergelijken mm-hmm. met wat heb ik tot nu toe in Nederland gelezen. Mm-hmm. Maar ik kan niet zeggen per se bomen. Maar voor mij boom was... ik begon met het schrijven van dit boek toen ik... Ik was net verhuisd naar Nederland en voor eerste 1-2 jaar. Ik zag elke ochtend echt onbewust tijdens ontbijt en tijdens theedrinken naar buiten kijken. En naar buiten was een heel mooie grote boom. En ik zou zeggen, misschien die boom was mijn allereerste vriend in Nederland die altijd daar was. Ik hoefde geen afspraak maken. Ik hoefde niet zijn plannen passen. Ja. Was daar altijd elke ochtend. En op één dag kreeg ik een brief uit de gemeente, zoals ook in het boek gaat, dat die bomen in onze omgeving gaan afgekapt worden, omdat ze oud en gevaarlijk zijn. Ja. En dat deed iets met mij. Toen dacht ik, oh nee, die boom ook. Ja. En dat was het moment van het begin van het boek. Toen ik weet dat op die dag zat ik gewoon meteen de twee hoofdstukken schrijven. Mm-hmm. En sindsdien kon ik niet stoppen met het denken over een boom. En dan ik dacht, ja, waarom is een boom zo belangrijk? Of wat zie ik in een boom? Ja. En zo je zit er heel veel in. Ja, dus blijkbaar. Je kent een enorme gevoeligheid toe aan bomen. Ja. En voor Nederlanders is dat misschien wat ongewoon, omdat die... Decor. Ja, precies, alles is decor, toch? En in het dagelijks leven, dat ruist maar voort. En dat teken je volgens mij ook prachtig op in dat boek. Hoe dat voortdenderen van die Nederlandse geesten zich als het ware contrasteert met jouw hoofdpersoon. Met jouzelf eigenlijk, toch? En ben je daar inmiddels een beetje mee in het reinen gekomen? Of denk je nog steeds van die Nederlanders in vredesnaam... Ga nou eens even een stapje terugnemen. Doe eens even rustig aan. Nee, en ik denk dat... Ik ben ook niet de enige. Als je kijkt naar beweging om je heen... Ik denk dat ik ben niet de enige. Heel veel mensen zijn er echt klaar mee. Ja. Als je kijkt naar een nieuwe generatie... Of hoeveel mensen eigenlijk terug willen keren... Willen gewoon terug naar simpel baan... Of willen buiten leven... Of willen vaker buiten kunnen zijn. Je hoort om je heen de hele tijd.
Ja, of dat gewoon minder bezit, minder druk zijn. Ik denk dat dat geeft al toe dat het is niet goed gegaan. Nee. We moeten een stapje terug. Maar nee, ik zie het nog steeds heel erg. En vooral omdat ik in Amsterdam woon. Ja. Daar is nog erger alles. Zeker. En eigenlijk hoe beter met mijn schrijvercarrière gaat hier, hoe drukker het ook wordt. Dan zie ik ook nog... Je komt in de problemen dan juist. Ja, ja, dus ik merk dat ik ben ook niet hele vrije schrijver van 3 jaar, 4 jaar geleden. Dus ik moet ook nu... ik heb ook nu allemaal deadlines. En dan ik word overal gevraagd voor verschillende dingen. Dus ik merk dat... ik begin ook een beetje in de... zeg maar die rat race. Maar ik probeer echt ervan bewust zijn. En dan tegenhouden. En niet verdwalen. Maar... Ja. Zo werkt het helaas. Het is, kijk, ik ken ook mensen die heel erg tegen zijn en dan zeggen nee, ik ga absoluut niet meedoen. Maar ja, dan blijf je ook buiten of blijf je ook achter. Ik hou altijd gaatjes in mijn agenda voor alle spontane momenten, maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. En mensen ook. Heb je van die spontane mensen die dan die spontane momenten met jou willen delen? Ja, dus daar hoop ik heel erg op. Maar het gebeurt heel af en toe. Heel in je boek gebeurt er best wel veel, toch? Ja, dat is... Dat is meer hoop dan realiteit, toch? Ja, alsof niemand niks te doen heeft in het boek. Nee, nou ja, sommige Nederlanders hebben dat natuurlijk wel, toch? Er is wel een soort van groep. Ja, zeker. Maar ik bedoel, je kan de hele tijd jezelf een beetje willen beschermen, maar... Het is heel moeilijk. Ja. Het is voor iemand die niet eraan gewend is of wil niet zo doen. Ja. Het is wel lastig. En het gaat ook over een bepaalde polariteit van twee wereldbeelden, denk ik. Die je ook best wel mooi schetst, volgens mij, in je eerste boek. Op een gegeven moment komt de hoofdpersoon namelijk weer in contact met een oude vriendin van haar. Mm-hmm. Raha, volgens mij. Of Raga, ik weet Raha, niet. Ja. Raga. En die is in Duitsland komen te wonen met haar man. En dat, nou ja, dan verheugt ze zich enorm op het contact met het meisje met wie ze op het dak sliep. Ja. In de stad waar ze woonde. Omdat het binnen te benauwd was. En dan keken ze over de bergen en dat soort zaken. En dan komt zij ter visite in Amsterdam. En wat gebeurt er dan? Kan jij dat nog een keer duiden, hoe dat ging? Ja, dat haar vriendin is ook alleen maar bezig met... wat moet ik allemaal hier doen nu dat ik in Nederland ben? Dus waar moet ik heen? Wat moet ik kopen? Naar welk museum moet ik gaan? Dus een soort van heel erg praktisch. En dan die hoofdpersoon Arga gewoon eigenlijk merkt dat... Ja, is zij hier om mij te zien? Of alleen maar om... Ja. Amsterdam te zien of Nederland te zien, of Europa te zien. En zelfs als je dat zegt, dan lijkt het erop dat die Raha of Raga niet bezig is met Europa zien, maar vooral met het consumeren van consumptiegoederen. Ja. Toch? Want zij vraagt naar de winkels waar ze kan winkelen. En als jouw hoofdpersoon haar voorstelt naar het Van Gogh Museum te gaan, dan zegt ze oké. Okay. Maar ja, dat is eigenlijk helaas die... De beeld dat heel veel mensen hebben van goede baan en goede inkomst. Omdat ze willen dat bereiken. Omdat dat ze willen gewoon kopen wat ze willen. En dan ze willen in dure straten van Amsterdam winkelen. Oh, dan ben je de top van je zien ze dat. Bereikt. En dan ben je iemand geworden. Ja. En ik denk dat... Is dat gewoon onder Iraniërs die in Europa komen te wonen? Of? Ik kan zeker nooit over iedereen praten. Niet, maar stel je ook voor dat in Iran zijn er jaren boycotts. En dan zijn jaren dat wij kunnen nauwelijks echt iets met kwaliteit kopen. Of iets origineel. Ja. Dus snap ik ook. Weet je, zo van, ik ga echt voor het eerst echte dingen zien. Of ik heb, nu weet ik het dat gewoon origineel is of goede kwaliteit is. Dus dat snap ik heel goed. Maar ja, dat is zeker een van de mensen die, een van die motivaties om naar Europa te komen is zeker kopen. En ja. Ja, precies. En voor mij is het eigenlijk andersom, moet ik zeggen. Ik ben ook wel eens in Iran geweest. Ja. Om precies te zijn in 2016.
En ik was daar met familie. Ja. En wij maakten een grote rondreis. We begonnen in Shiraz. Mooi. Prachtig. Mooi begin. Heel mooi begin. De stad van Hafez, toch? De grootste dichter van Iran. En Saadi, ja. Precies. En ja. Op een gegeven moment reden we naar Yazd. En op weg naar Yazd zaten we in een klein dorpje. Mm-hmm. Laten we zeggen 17e eeuw is een vestingstadje. Oh ja. Met 200 inwoners of zo misschien. En die woonden allemaal in een dorp aanpalend aan het originele gefortificeerde dorp. Ja. Maar daar in de buurt had je dus ook een thema wat Vincent van Gogh, denk ik, heel erg aan zou spreken. Namelijk de amandelbloesem. Ja, ja, ja. Dus, oh, mooi. Dus je bent daar dan in maart, volgens mij. Ja. Nowruz was het volgens mij ook. Nowruz, dat is het grote nieuwjaarsfeest toch van Iran, in zekere zin? Ja, het is gewoon het nieuwjaarsfeest. Ja, 21 ja. maart. Precies. Ja. Ja, dus toen waren we daar en dan... Ook begin van lente trouwens. Dat vind ik wel mooi, hè? Dat je jaar begint met... Met de amandelbloesem ook, eigenlijk, toch? Ja, ja, precies. Zo logisch. Ja. Maar dat is wel leuk, denk ik, voor kijkers van de Nieuwe Wereld ook... om te begrijpen dat zoiets eigenlijk normaals in de ogen van een West-Europeaan... als de amandelbloesem ineens dan in zo'n gaard daar... Ook in een vrij... Je hebt vrij weinig neerslag in dat gebied... Ja. Laten we zeggen 300 mm per jaar misschien. Ja. En dan midden in die tamelijke toendra, nou, dat is niet waar, steppen. Daar vind je dan toch gebieden waar het vruchtbaar is. En in dat vruchtbare gebied bevind ik dan die amandelboom. En op de een of andere manier wordt die amandelboom, die krijgt meer rijkdom en glans door de onvruchtbaarheid van de omgeving, denk ik. Zeker, ja. Dus het is de schoonheid wordt gezien en als er, ja... Het is ook soms eigenlijk weet je niet zo goed wat je allemaal hebt. Omdat, het is overal. En het, voor mij een van de dingen dat ik heel erg mis, zijn de bergen. Mm-hmm. En ik kom uit een gebied, een hoog gebied met overal bergen. Dus ik had nooit echt... bedacht dat ik ga ergens wonen dat geen enkele berg is. Mm-hmm. Maar toen ik daar was... het was niet dat ik elke dag de bergen bewonderde... of dat ik helemaal heel erg bezig was. Maar toen ik naar Nederland verhuisde... ik weet nog een van de eerste keer dat ik in het terrein zat. En dan keek ik naar buiten. Ik was 2 uur of zo onderweg. En dan ik dacht, kan dat? Ik zit hier 2 uur onderweg... en ik zie geen enkele berg. En toen merkte ik dat... Ja, eigenlijk, je weet niet wat je allemaal hebt totdat je het niet meer hebt. Dan pas begin je het te zien. Ja. En ik denk, dus in dit geval midden in woestijn, bloesems. Dan wordt het gewaardeerd, wordt gezien. En 1 keer per jaar ook. Dus dat maakt het nog extra mooi. En ik denk, het is ook mooi wat je zegt, omdat... ik hoor nog steeds de hele tijd van zodra ik zeg dat ik aan Iran kom, zeggen, het is gewoon een woestijn, een grote woestijn. Nee, dat is niet zo. Het is sowieso heel groot en dan heel divers. Ja. Qua natuur, qua cultuur, qua taal. Ja. Het is gewoon, je kan bijna zeggen dat de hele Europa ziet ook een bepaalde vorm in Iran. Ja. Dus binnen land kan je volgens mij meer dan 2 uur vliegen. Dus en dan allemaal verschillende landschappen, verschillende groep mensen, verschillende talen, cultuur, alles. En, en dat vind ik ook zo jammer dat die kanten van Iran worden niet zo vaak gezien of besproken. Eigenlijk niet, hè, denk ik. Nee, dus als je ik was toevallig een paar dagen geleden op school om te praten over mijn boek. En... en een van die, hij was volgens mij niet eens 12. En dan hij zei, eigenlijk vind je niet raar die iemand uit, dus in het tweede boek iemand uit Amsterdam gaat naar Iran. Hij zei, is het niet raar dat een vrouw naar Iran gaat? Het is toch heel gevaarlijk. En toen dacht ik, je bent 12. En
Ja, waarom enige ding dat ik kan denken over een vreemde land is dat of het gevaarlijk is of niet. Ja, zeker. En, dan toen zei ik tegen hem, ja, weet je, het is misschien ook gevaarlijk, maar stel je voor dat dus in dit geval oma van hoofdpersoon is dement aan het worden en woont in Iran. En ik zei tegen hem, hey, maar als je oma in een ander land is en begint dement te worden en begint jou te vergeten, zou je nog steeds niet gaan? En zo, ja, zeker. Ja. En dan, dus het is heel grappig te zien dat hoe mensen met één of twee vragen hele andere ideeën kunnen hebben over iets. Ja. En dan ook dan juist ook met één of twee zien dat ze horen op radio of ze in de krant of op televisie een hele andere idee kunnen hebben over het hele land. En denk ik, wat. En het is meer dan een heel land, hè? Eigenlijk vind ik. Ik vind dat Iran meer dan een heel land is. Het is meer een. Je hebt de Azeri's natuurlijk in het noordwesten en de Koerden. En je hebt de Mazandaranis in het noorden, waar de Pahlavis ook vandaan komen. Ja. En jij kent, ik kan me voorstellen dat jij ook niet al die gebieden kent. Want het is natuurlijk net zo ver als van hier naar San Sebastian in Spanje. Ja, wat ik zei, je kan gewoon meer dan twee uur vliegen binnen land. Ja. En dan kom je allemaal verschillende zelfs talen tegen. Ja. Nee, ik ben ook niet naar alle plekken in Iran geweest. Logischerwijs, nee. Of alle volken heb ik ook niet gezien. Nee, maar je komt natuurlijk dan uit het noordwesten, dus Tabriz, begreep ik. En Tabriz is een best wel belangrijke stad, historisch ook gezien. Het is een gebied wat telkens betwist is door de Osmanen en de, hoe heette die lui, de Safaviden, denk ik, in de 16e eeuw vooral. Ja. Dus toen was Tabriz ook hoofdstad van. Ja, precies. Ja. Ismail I volgens mij was toen de keizer van Iran. Ja. En die was in oorlog met Suleiman de Grote. Ja. En Titiaan die heeft daar allemaal heel mooie portretten van gemaakt. Ook met trouwens Frans de Eerste van Frankrijk en de Duitse Habsburgse keizer. Dus die worden allemaal op een soort van gelijke voet geplaatst daar. Dus dat wel, vind ik prachtig. Maar Jij bent niet naar Tabriz geweest, Ik ben niet naar Tabriz geweest, maar wel naar Esfahan. Ja, ja, ook Safaviden waren ook daar. En het fascinerende van Esfahan is dat Esfahan eigenlijk op een gegeven moment, toen Tabriz geëvacueerd moest worden voor de Osmanen, een gigantische stroom van immigranten uit dat gebied heeft gekend. Ja. En dat er eigenlijk heel veel Azeri's en Koerden en ook Georgiërs en dergelijke en Armeniërs in Esfahan zijn komen te wonen. Ja. Waardoor die stad dus een ongelooflijke diversiteit aan culturen kent. Wat extreem paradoxaal is als je bedenkt als Nederlander dat wij hier de hele tijd onze mond vol hebben van diversiteit. Exact. en als ik daar dan ben, dan verwonder ik me de hele tijd over dat soort. Er is bijvoorbeeld ook een kerk daar. Dat is een van de mooiste kathedralen ter wereld van de Armeniërs. Giotto, eat your heart out is het echt. Goed, dat geldt natuurlijk ook voor het grote marktplein daar. Maar ik wilde dat even in gesprek met jou van het hart hebben. Dat ik dat toch wel belangrijk vind. Om ook aan kijkers van de Nieuwe Wereld misschien mee te geven. Dat het heel evident is dat dat Iran niet is wat het lijkt. Ja. En op een positieve manier. Ja, dat vind ik altijd eigenlijk zonde. En dat is ook een van mijn een van de dingen dat ik heb altijd achterhoofd. Soort van, als ik schrijf, wil ik ook die onzichtbare kanten van Iran laten zien. Mm-hmm. En ook vooral, weet je, die heel veel mensen hebben een idee van wat gaande is in Iran. Of wat van politieke achtergrond Iran heeft. Of die soort dingen weten mensen. Maar als je, maar ze hebben nauwelijks idee over gewoon volk. Of over iemand uit Iran. Ja. Die gewoon daar dagelijks leeft. En dan of wat ik zei, die fascinerende natuur daar. Of die diversiteit. Of heel veel andere aspecten dat ik denk, waarom hebben we nooit daarover? En dus dat vind ik altijd interessant om ook daarover te schrijven, om daarover te hebben. En krijg ik ook best vaak kritiek dat waarom? Maar als jonge vrouw uit Iran moet je over dit en dit en dit hebben. Ik zei, ik denk, daar zijn genoeg media voor. En ik wil over de andere kant van Iran hebben. Iran is
Ja, zeker. Ik wil niet zeggen dat Iran is heel mooi en alles is goed. Nee, nee, zeker niet. We zitten al honderden jaren in problemen. En het is ook niet wat daar... En juist omdat het zo mooi en waardevol is, is altijd problematiek. Maar ja, ik denk dat Iran ook een ander soort van aandacht verdient. En daarom... Ja. Ja, daarom schrijf ik ook op andere... Ja. Of ook andere problemen. Weet je, opium is ook een probleem in Iran. Gigantisch, toch? In vergelijkbare landen. En, maar ook, ja, maar ook... ook die over, in het tweede boek over nomaden in Iran. Ik denk, hoe mooi is dat? Dat er zijn nog steeds mensen die daar echt als nomaden leven. En, dan, en wij waren allemaal ooit nomaden. Ja. Ja. Maar... Ik, dus zelfs weer op school, ik vroeg aan scholieren, weten jullie wat nomade is? En dan was zo... Nee. En dan denk ik, hoe kan dat? Ja. Waarom? Ja, het is zo mooi en dan... Het is niet Nederlands, hè, het nomadenschap. Het wordt niet geassocieerd met wat dan ook. We hebben natuurlijk die bossen gehad tot 3000 jaar geleden. En toen werd het allemaal een beetje ontgonnen, nee, langzaam. Nee, maar jij hebt het over diversiteit. Mm. Ja, en diversiteit begint met begrip... van de anderen en dan empathie van de anderen. En dan dus toen ik die nomaden tegenkwam en ik zag dat hoe ze, zonder dat ze echt weten, last hebben van klimaatveranderingen. Ja, dus ik denk niet dat een nieuwe generatie kan doorgaan met het nomadische leven. Stel je voor dat je bent 50 dagen te voet onderweg om voor je kudde vers gras te vinden. En die heb je al honderden jaren hetzelfde pad heb je gelopen. En dan je wist precies wanneer moet je vertrekken. En dan ben je daar en de seizoenen kloppen niet meer. Weet je? En dan denk je, ja. En die, ja, als je aan een nomadische iemand vraagt, ja, klimaatverandering. Je zou niet weten wat het is. Conceptueel maar, niet. Nee. Maar ja, ze voelen het, wil je zeggen. Ja, dat maak je gewoon mee. Ja. Stel je voor dat je hebt, weet ik veel, en jouw hele leven is verantwoordelijk van je kudde. En je kudde moet eten. Ja. Maar, en dan die, ja, om het eten te kunnen bereiken, moet je gewoon verhuizen. Verhuis je. Maar ja, de seizoen klopt niet meer. Of is het? De vroege lente, late lente. Ik wil wat wij ook hier zien. Ja. Maar daar ook... en dan dacht ik, ja... Ik moet ook daarover schrijven. Weet je, het is... ik denk dat een van de... belangrijke... missie klinkt heel erg cliché. Maar wat je als kunstenaar kan doen... is die onzichtbare juist een beetje gezicht geven. Ja. Omdat zichtbare... Zichtbare is zichtbaar, dat kennen we. Ja, ja en dan daar hebben alle andere mensen over. Weet dat je. Gaat dan over politiek, hè? Ja. Dat is een laag die over elke samenleving natuurlijk... op vergelijkbare manier ligt. Maar dat is niet zo diepgravend als die... psychologische, specifieke eigenschappen van zo'n land. Toch? En ook, ik snap ook niet dat... je weet heel veel over politiek. Wat kan je doen als een lezer? Maar als je mensen leert een beetje kennen... Ja. Dat groeit jouw empathie voor mensen om je geving. En ik denk, dat is... Ja, zeker iedereen mag schrijven over waarover ze willen. Maar dit is wat ik wil, waarover ik wil schrijven. Ik denk de grootste problemen dat wij altijd hebben gehad... is juist omdat wij elkaar los van elkaar zien. Dat jij komt uit Iran, jij komt uit Nederland, al die grenzen. En terwijl het uiteindelijk zijn we allemaal mens. En dan onze emoties zijn allemaal dezelfde basis. En als wij een beetje af en toe daar kijken, weet je, los van waar we vandaan komen, dan misschien hadden we al die problemen veel minder. Ja, ja, dus je ziet, het gaat dan eigenlijk over handelen door middel van schrijven. Het kernthema volgens mij ook naast dat nomadenschap in dat laatste boek is de rol van rivieren in het bestaan van mensen. Je vergelijkt de Amstel en de Aras met elkaar. Dat zijn twee totaal verschillende rivieren, toch? Ja. En hoe werkt dat dan? Toen ik bezig was met het idee van het boek, ik dacht... dus misschien
misschien even zeggen dat hoe kwam ik bij het idee voor het boek. Mm-hmm. Ik was op vakantie in Iran met de auto en het was heel druk. Ik dacht, ik ga even wandelen tot het weer rustig is. Dus ik ging wandelen, ik ging de bergen in en ik kwam een tent tegen. En van de vorm van de tent zag ik dat, wist ik dat het is tent van de nomaden. Ze hebben gewoon typisch soort tenten. En daar zat een vrouw en ze vroeg aan mij, hey, wie ben je, waar woon je? En ik zei, nu inmiddels woon ik in Nederland. En dan zei, waar is Nederland? Het is hier in de buurt. Ik zei, het is verder, het is in het buitenland. En dan zei, welke stad is buitenland, waar is buitenland? En dat was echt het moment waar we dachten, oh, wacht eens even. Er zijn nog steeds, er bestaan mensen die niet eens weten wat het buitenland is. Zou ze ook weten wat de zee is, denk je? Geen idee. Nee. We hadden niet over zee gehad. Nee. Maar ja, ik kan voorstellen als ze de hele tijd bij een rivier zijn, dan misschien hebben ze ook een idee van de zee. Ja. Maar dus dat was begin van het boek. En zo was ik heel erg bezig met de rivier die voor die nomaden daar heel belangrijk is. Omdat ze bewegen ook langs de rivier en hun hele leven is afhankelijk van de rivier. En toen dacht ik, ja, ik heb ook een personage in Amsterdam. En dan dacht ik, hey, in Amsterdam hebben we ook een rivier. Mm-hmm. Dus waarom niet deze twee rivieren ook een soort van als personage gebruiken voor ook een beetje voor de sfeer van het verhaal. Maar ook, het was eigenlijk heel erg onbewust en ik zou zeggen automatisch. Ik schrijf zeker, ik denk heel veel na over waarover ga ik schrijven en hoe ga ik schrijven. Maar heel vaak die personages komen gewoon vanzelf binnen. Dus Ares kwam binnen en dan Amstel zei, hey, mag ik ook daar zijn? Dus. Maar de Amstel sprak toch wel tot je? Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook aan de Amstel gezeten afgelopen zomer, neem ik aan. Ja. Dan zie je al die blinkende, gezonde, jonge mensen zie je daar zitten. En met die rustige rivier gebeurt eigenlijk niet zoveel, toch? Zijn mensen aan het roeien en van die speedboten en allemaal aan elkaar tonen dat je zoveel bent. Tenminste, dat vinden die mensen allemaal daar. Ja, en vooral, het deed me echt heel erg pijn. Dat ik zag dat nauwelijks zijn er mensen die echt naar Amstel kijken. En dan echt... Ja. Gewoon, en ook niet alleen maar op de zomerdagen of als het mooi weer is, maar echt altijd gewoon Amstel lief hebben omdat Amstel is. Niet omdat het mooi weer is en omdat daar iets bij een café iets gedronken kan worden of wat dan ook. En ja, dat deed me heel erg pijn. En toen dacht ik, hey, ik wil ook daarover ook wat schrijven. Ja, terwijl toch eigenlijk de kern is van de Nederlandse volksgeest, zou je toch kunnen denken. Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren. Ja, nou ja, Marsman, hè. Dus Denkend aan Holland is een van de grote gedichten over de Nederlandse landschappelijkheid. En ons collectieve zielsgevoel, als het ware. En Ad Verbrugge, die hier een beetje de lakens uitdeelt, om het even heel onerbiedig te zeggen, die heeft het vaak over de Rijn en de rol die de Rijn speelt in een wereld die zichzelf onttovert. Ja. Dus er allerlei fabrieken langs die Rijn komen en dat dan een bepaalde weerslag heeft natuurlijk ook met het Roergebied. En het Westen heeft natuurlijk ook een soort van klein trauma in zichzelf. Door dat feit. Maar de Amstel is natuurlijk een soort van postmoderne rivier, zou je kunnen zeggen. Waarin die fabriek ook helemaal geen rol meer speelt. Maar alleen nog de glittering images. Dus het imago. En, alleen maar mooie decor voor de stad. Precies. En dat is natuurlijk ook zo met de Bosporus bijvoorbeeld. Dat is ook weer een heel andere dynamiek, denk ik. Ik was daar... In mei 2023 was ik er en er wordt wel gezegd dat de Hagia Sophia dat die de Bosporus weer spiegelt eigenlijk. Oh. Maar marismata is ook een soort van Grieks werkwoord wat met weerspiegelen te maken heeft. En wat dat betreft heb je dus die verschillende stages, zou je kunnen zeggen, van die Aras die volgens mij helemaal wild is, toch zou je kunnen zeggen. En zo'n Bosporus is weliswaar geen rivier, maar wel een groot water wat beweegt. En waar dan een culturele
referentie, symboliek, in wordt gezocht met materiële cultuur. Ja. Vervolgens wordt het eigenlijk totaal veronachtzaamd in de vorm van die fabrieken. En de slotfase is dat mensen er alleen maar aan zitten en zich niet meer ertoe verhouden, zeg jij toch? Vind ik ook wel. Ja. En is er in Iran ook iets in een tussenfase nu nog? Zijn er grote machtige rivieren die het landschap bepalen? Ik denk het nauwelijks, toch? Ja, dus die Aras is nog steeds wel een belangrijk rivier. Mm-hmm. En daar waren ook allemaal, zijn ook allemaal oorlogen gebeurd. Mm-hmm. En dan zijn ook Iran, Azerbeidzjan, Armenië. Ze hebben ook altijd... Die rivier was altijd belangrijk geweest, ook in geschiedenis. En ook al, ik weet dat, zo, bijvoorbeeld Rumi heeft ook allemaal gedichten over haar. Dus eigenlijk altijd wel over iets. Over specifiek die rivier? Of? Ja. Ja, oké. Okay. En ook al andere dichters ook. En heel veel ook liedjes. En je kan zien dat het heeft echt iets. Ja, ik denk dat zeker die rivieren zijn een beetje aan het opdrogen. Dus in Isfahan, zover is het niet. Maar zeker rivieren zijn een beetje nu, ze hebben last van. En het is toch ook vaak zo dat bijvoorbeeld daar bij Isfahan het gebied waar de rivieren uitmondt, dat ook opdroogt. Dus ja. dat was ook een soort van meer volgens mij, wat nu helemaal... Ja, verdwenen en ook, ook in Noordwest-Iran, ook in meer Urumia. Ah ja. Dat is ook... Dat beschrijf je ook in je eerste boek volgens mij, toch? In een van de eerste pagina's. En dat je je als een vis op een gegeven moment voelt. Ja, dus toen echt, toen ik 5-6 was, heb ik daar echt gezwommen. Mm-hmm. Maar nu als je gaat, het is helemaal niks. Of een heel klein beetje water. En het was toen al heel zout. En nu is het alleen nog maar zout misschien. Ja, nu is alleen maar eigenlijk, je ziet alleen maar een stukje zout. En dan denk je, ja, maar ik herinner me echt. Maar er zijn ook foto's dat ik heb daar gewoon... En daar waren allemaal bootjes. En dan mensen gingen gewoon zwemmen. Het is echt, het was echt een meer. Dat heb je. Maar ik denk dat eigenlijk dat los van... dat het niet zo goed gaat met de rivieren, maar die kapitalisme die heel erg aan het groeien is, dus ook in Iran, loopt wel achter dan hier, maar dat zie je ook, dat mensen ook gewoon steeds minder tijd, of ze willen ook, als het kan, ze willen naar buitenland voor vakantie, of voor ook om daar te gaan wonen, dus ze hebben ook gewoon minder oog voor wat er is. Of dat het gewoon te simpel is om alleen maar bij een rivier zitten en te kletsen. Ja, wat dan, weet je. Dus, dus die kapitalisme zie je daar ook dat heel erg aan het groeien is. En, maar hoe werkt het dan in de praktijk? Dus ik beween eigenlijk altijd de Nederlandse koffiecultuur of het gebrek eraan. Ja. Want ik zit graag met goede vrienden van mij die ook archeologen zijn. Zitten we dan bijvoorbeeld bij Café Fontijn in Amsterdam aan de Nieuwmarkt. En dan neem je 2-3 uur de tijd om een kopje koffie te drinken. En dat is bijna obscene voor Nederlanders als je dat doet. Ja, dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet, maar als je in Griekenland bent, dan is dat heel normaal. Ja. Is het eigenlijk de gewoonte. En in Iran is het volgens mij hetzelfde, toch? Ja, het is zeker. Het is, nog steeds. Wat ik zei, het is heel snel aan het veranderen. Maar toch wel. Het is heel normaal dat bijvoorbeeld... Dat vind ik nog steeds een van de moeilijkste dingen hier. Dat het is heel normaal dat je iemand belt. Je vriend of wie dan ook. Of je familie. En dan gewoon afspraak maakt voor over een uur of over 2 uur. En dan ga je dan de hele avond samen hangen. Mm-hmm. Zonder echt een plan te hebben. Of je gaat of ga je eten. Of ga je gewoon naar buiten wandelen. Of wat dan ook. Maar het gaat vooral over samen zijn. En samen tijd doorbrengen. En dan zonder echt een bepaald soort van bedoeling. Maar dat is, ik denk hier, dat is echt heel... mensen zijn, ik weet niet, het is hier, ik heb heel vaak het gevoel dat als je afspraak wil maken, moet zeker een bedoeling zijn of een reden zijn. Dus, ja, bij bijna alle mensen, denk je. Ja, dus het is, ik heb wel geprobeerd, maar het is... Het is actief soms ook denk ik, zullen we gewoon afspreken? Ja. Gewoon afspreken, weet je.
Ja. En dan soms zeg ik, ja... en dan ik denk, ja, als ik nu zeg dat... Ja, maar ik mis je gewoon en ik wil gewoon jou zien... Ja. Dan mensen schrikken een beetje of zo. Oeh, ja. En okay. Dat breng je de hele tijd ook onder woorden in je boek, in je eerste boek. Terwijl het is toch heel menselijk heel leuk. Dat je. Ik weet niet, ik snap nog steeds niet dat hoe kan ik weten dat ik over 6 weken iemand zou missen. Ja. En dan moet ik nu afspraak maken over 6 weken. Ja. Maar ik heb nu zin om jou te zien. Juist. En dan ik heb nu zin in jou, weet je. Zo van, en dan denk ik, ja, dan wat blijft dan over? Hoe dan puur is onze emoties? Ja. En dan waarom is zo raar is om emoties te tonen? Dat snap ik ook niet zo goed, weet je. Dat is, en ook die, het kan ook beginnen met elkaar groet met hand geven of met wat dan ook. Maar ik mis ook dat gewoon midden in gesprek eventjes iemand aanraken. Weet je, alleen maar op dat moment. Je hoort iets of je voelt iets en je wil gewoon die persoon even aanraken of knuffelen of kusje geven. Maar dat kan bijna nooit, weet je. Het is alleen maar aan het begin en op het eind. En dan daartussen is... tenzij dat je dronken bent of zo. En dan dat is opeens acceptabel. Ja. Maar anders mis het ook niet echt, hè, over het algemeen. Ik herken het wel heel erg en ik heb ook erg veel vrienden en vriendinnen trouwens met wie ik dat wel doe. Ja, dat en Nederlandse ook bedoel ik. Ja. Dus het is er wel. Alleen... Ja, zeker. Het is, wat ik zei, ik heb niet echt, ik kan nooit over... Maar iets wat je niet kent, kan je niet missen. Dat is natuurlijk ook bij Nederlanders zo. Dus... Ja, dus soms, aan het begin, wat voor mij was zo ingewikkeld, ik snapte niet. Dus ik ging een paar mensen vragen, maar mis, als je iemand mist, wat doe je dan? Ik zeg, ja, ik mis niet zo vaak iemand. Ah, oké, dus zo kan ook. Het kan dat gewoon dat je niemand mist. Oh, zo kan ook. Terwijl ik mis de hele tijd iemand. Het is ongelooflijk hoe sterk dat in jouw eerste boek naar voren komt, vind ik. Dus ik vind het ook heel goed, wat dat betreft prachtig geschreven. Dat eigenlijk de wortel van heel veel gedragingen zijn eenzaamheid. Ja. En de wil om die eenzaamheid op te lossen. Je hebt het ook de hele tijd over planten. Je vindt kamerplanten, of althans je alter ego vindt kamerplanten zielig. Ja. Nou, in dit geval extra hier achter mij. Maar, ze zijn zielig omdat ze niet met hun wortels aan de andere plant kunnen zitten, toch? Zoiets. Ja. Nou, ik vind dat best een goed idee. Dat klopt wel, toch? Dat er aarde moet zijn die je samen deelt. En Nederlanders die hebben dat soort gevoelens volgens mij gewoon niet zo heel sterk. Ik vraag me ook ernstig af wat dit betekent over onze volksaard. Je hebt bijvoorbeeld ook de term de Saksische paralyse van Menno ter Braak. Dus dat betekent dat er een soort van verlamdheid intrinsiek zit en een afstandelijkheid. Het heeft niet te maken met het geven van ruimte, maar met een soort van negatie ervan meer, als het ware. Dus, ja, gewoon doorgaan. En... Ja, want je hebt een prachtige ring om. Oh, dankjewel. Daar, wat stond daar ook weer op? Iets van Rumi, toch? Dacht ik. Staat het woord niet daarop. En refereert aan een gedicht, een regel van een gedicht van Rumi die zegt: In jahan hicho tohicho hame hich, e hich, baroye hich, barchish mapich. Dus jij bent niet, de hele wereld is niks, dus doe maar niet zo moeilijk voor al dat niet. Ja. In heel een beetje slordig vertaalde Nederlands, maar zoiets. Dus. Ja. En ik denk dat vergeten we heel vaak. Ja. Van zeker. Maar betekent het dat als je contractuele toestanden en tijdspaden, dat je dat een beetje los moet laten volgens Rumi? Of, want Nederlanders doen dat natuurlijk niet. Maar ze hebben niet een heel hoge pet van zichzelf op. Zeker in het noorden van Nederland is het ook een beetje de teneur. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En dat is een heel vreemde soort van andere opvatting. Ja, ik denk dat als mens maken we ons altijd wijs dat dit is echt belangrijk. Ja. Dus voor iemand is familie, religie, politiek, kunst, wat dan ook. Maar je vindt gewoon iets, je denkt, dit is echt belangrijk. Ja. En dan gaan we ervoor. En dan, dat is
Dat vind ik gewoon natuurlijk, ja, zeker. Dat is gewoon zo. Ja. Maar uiteindelijk, het is ook af en toe goed om na te denken dat, oké, dit is belangrijk, maar uiteindelijk ook niet. Ja. Je bent ook maar een mens. En dan als je gewoon uitzoomt, en dan ga je kijken naar jezelf, naar die land, zelfs naar aarde. En dan zie je dat, ja, wat ben ik, weet je? Ik ben helemaal niks. En dat, ik denk dat dat vergeten we heel vaak. Juist omdat hier alles zo goed geregeld is. En je hebt echt het gevoel dat als ik het goed regel, dan gaat het gebeuren en dan komt het goed. En dan als ik van tevoren weet, kan ik alles onder controle houden. Mm-hmm. En klopt ook wel. Maar ja, kijk maar naar wat wij hebben allemaal meegemaakt in corona. Mm-hmm. Ja, dat is niet echt onder controle gebleven. En toch? Wat gebeurt er dan? Gingen we allemaal dood? Nee, leven ging door. Ja. Zonder afspraken, met allemaal afspraken die niet doorgingen. Met spontane afspraken. En dan, dus kan het wel. Zeker, je mist heel veel dingen. Maar ik denk wat wij vergeten hier, is dat wat wij als mens aan het verliezen zijn. Zeker, alles is geregeld, alles is op tijd. Je kan, ja, ik heb kon binnen een paar jaar een boek uitgeven. En dan, ik denk dat een groot de reden van een groot deel is omdat alles zo goed geregeld is. Je hebt allemaal voordelen, maar kijk naar eventjes ook af en toe naar wat je allemaal mist als mens. Ik denk dat als mens wij een heel groot deel van onze ziel aan het verliezen zijn en dan niet eens bewust. En dan vaak vraag ik me af, is het waard? Weet je, is het, als je kijkt naar zoveel mensen, jongere generatie die helemaal geen zin hebben in, weet je, hun best doen en dit doen en dat doen. En dan ook onze generatie die allemaal burn-out hebben. Millennials of depressief. Ja. Of helemaal in de war. Of dan ze willen gewoon gaan alleen maar brood bakken, weet je, opeens na de top van de carrière bereikt te hebben. Ja, ik ken er wel wat van die aard. Dus ja. Ik denk, die zijn allemaal alarmen. Dat, het gaat zeker in heel veel dingen heel goed, maar het gaat ook op sommige dingen niet zo goed. En het zou leuk zijn als daar ook ruimte voor is. En en dan dus, jij maakt dit soort programma's. En mensen die toch willen zitten eventjes daarover na te denken. Het is heel mooi. Maar ik denk, het mag ook gewoon meer en mag gewoon verspreid worden. En dan in dagelijks leven ook zichtbaar zijn. Ja. Ja. Een soort van, ja, als iemand even aan je deur klopt en wil een kopje koffie met je drinken, doe maar de deur open en dan eventjes vergeet alles even. Het is niet het eind van de wereld. Het kan echt gewoon. Het kan wel. Ja, het stemt enorm overeen met de filosofie van de nieuwe wereld. Denk ik. Dus nogmaals ook even voor de kijkers, als jullie ons werk goed vinden en willen steunen, sluit je dan vooral aan bij ons Petje Af construct. Bij deze even dat kleine reclame rondje. Zeker. Ja, het is toch goed. Ik vind culturele programma's creëren, dit is ook weer in zekere zin een experiment. Hè, want we hebben weinig contact met schrijvers en dergelijke. En dat is natuurlijk ook iets wat uit de samenleving steeds sneller verdwijnt. Ja. En dat moeten we toch, denk ik, terug proberen te brengen. Ja. Dat gezegd hebbende, je laatste boek is dus Ik ken een berg die op me wacht. Het gaat dus over rivieren. Het gaat over iemand die uit Amsterdam komt. Maar met Iraanse voorouders in zekere zin. Is het ook iemand die zich echt met Europa vereenzelvigt nog steeds? Of die vastgegroeid is aan het Nederlandse bestaan? Of ook in dat boek? Want er... Volgens mij wel. En dan... ik denk dat... ik had eigenlijk in mijn hoofd had ik een Alma was voor mij iemand die gewoon in Nederland is geboren en hier is opgegroeid en dan doet eigenlijk lekker mee, heeft nergens probleem mee, maar alleen maar op een gegeven moment zoals dat heb ik ook in mijn omgeving ook best vaak gezien, gewoon mensen van 40, 50 die opeens gewoon denken, wacht eens even, wat ben ik allemaal hier aan het doen? En dan dat moment, ik denk, heeft niet per se met achtergrond van haar te maken. En ik was op zoek naar een reden dat hoezo
Een vrouw in Amsterdam gaat in haar eentje zomaar naar Iran toe. Mm-hmm. En daarom dacht ik, ja, misschien moet ik ook een extra reden voor haar hebben. Dus ik dacht, ja, dus haar oma die nog steeds in Iran is en dement aan het worden is. En zij is bang dat haar oma haar gaat nooit meer herkennen of dat haar oma doodgaat. Dus ik denk niet dat haar achtergrond iets met te maken heeft met hoe ze is. Mm-hmm. Maar ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat weet je eigenlijk nooit. Je ziet hier derde, vierde generaties die ook terwijl ze nooit naar Iran zijn geweest. En terwijl ze eigenlijk helemaal niks mee hebben gemaakt. Mm-hmm. Maar toch wel ja, blijven voelen ze hunkeren. Iets. Ja, en, dan, ja. En dat kan ik me voorstellen. Maar ja, in dit geval dus allemaal voor mij is gewoon een typisch Amsterdamse. Ja, vrouw. Je hebt het Iraans, heb je een woord, in het Farsi, als ik het goed uitspreek, esh. Esh, ja. Esh. En het is een wortelloze plant die in bomen klinkt en die planten verstikt. Ja. En het is een metafoor waarvoor? Liefde. Liefde, ja. Ja, precies. Dus dat is ook een metafoor, denk ik, genadeloze. Voor genadeloze liefde, precies, ja. Jij hebt die genadeloze liefde, denk ik, ook nog steeds, toch, voor iedereen die daar je dierbaar is. Ja, zeker. En voor land zelf en voor landschap, voor, ja, zeker. Wat me zo opviel was dat in dat boek, dat eerste boek, de jongere en oudere mannen in de shisha bar, wat een beetje geassocieerd wordt met decadentie en Oosterse mannetjes die dan een beetje dik geworden zijn en niks aan het doen zijn. Ja, ja. Die zitten poëzie te reciteren. Ja. En jouw hoofdpersoon die reciteert op een gegeven moment een gedicht van Omar Khayyam volgens mij. En die mannen die applaudisseren. Ja. En dat is toch zoiets tekenends, denk ik, toch? Voor wat een cultuur kan zijn. Ja. Ja, in Iran is... Is dat ook die liefde? Of? Ja, ik denk dat poëzie is zeker een manier van communicatie in Iran. Dus het verbinding. Het is zeker, zelfs onalfabetische mensen kennen zeker een paar regels, gedichten uit zijn hoofd. En dan dus vooral van Rumi, Hafez of Khayyam. En dan dat zoekt toch voor verbinding. Dus, ja. En dat vind ik heel mooi. En dat vind ik, ik denk dat kan ook hier zeker gebeuren. Dat poëzie hier wordt altijd een beetje gezien als iets engs. Een beetje alleen maar intellectuele, rare, heel exotische wereld is de wereld van poëzie. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Zolang wij als mens bestaan, bestaat poëzie, bestaan verhalen. Dus dat zegt al genoeg dat het is zo basis en zo... ja, moet er zijn. En dan in dit geval dus in shisha-huis. Maar ik heb ook... Ik weet ook nog dat toen ik een nachtbus was... werd ik wakker van... gesprek van een chauffeur met iemand. En dan ik dacht, ja, waar gaat het over 3 uur 's nachts? En ze waren gewoon een poëzie aan elkaar aan het vertellen. En dan waren ze aan het praten over... Ja, wat denk je dat die woorden die bedoeld wordt? Dus en ik denk dat... Dat is iets moois. En dat is wat wij nodig hebben. Een intrinsieke nieuwsgierigheid in de taal naar elkaar. Ja. En de wortels van de liefde die we met z'n allen hopelijk delen. In Iran en Nederland misschien binnenkort ook. Als het aan mij ligt in ieder geval wel. En aan jou heeft het zeker niet gelegen met deze 2 prachtige boeken. Jolle, hartelijk dank. Jij ook bedankt. Dankjewel. En de kijkers, dank voor het kijken. En hele prettige voortzetting van de dag. Dank u.